Okie dokie. Daily challenge tijd. We zullen zien wat het gaat brengen vandaag. Voorlopig een leeg veld. Ik denk dat het Amerika gaat zijn. Zou de, ja, dan nou, kan het trouwens ook wel Canada zijn, hoor, daar niet van. Maar. Eén voordeel, als het Canada is, dan zou dit, hoe heet het? Zou dit dingetjes zijn, hoe heet het? En zou dat... Never mind, ik krijg mijn punt niet afgemaakt. Oh man. Ik wilde zeggen dat als dat van de kiezelweggetjes zou zijn, dat het Saskatchewan zou zijn. Maar dat punt... Ik probeerde dat punt te maken, maar dat... Dat kwam er niet uit. En ik weet niet of het door mij kwam of doordat... kijk, dan zou het zo een soort weg zijn bijvoorbeeld. Of zo een soort weg. En nou zou je zeggen... Oh, het is de scotje van. Dan was de kans groot geweest dat die anderen ook zo waren geweest. Nogmaals, ik zeg niet dat het niet zo is. Het is niet zo. Want een speed limit van 55 komt niet in Canada voor. Dus dat is voordelig. Even kijken. Raise your hands. Twin Valley Pulse. Dat is internet. Internet. Internet is geen probleem van mij. Ja, dat zegt me echt twee keer niks. Oké. Wat? Nog een tankstation. Voorlopig zeg ik deze. Ik heb voor verder ook totaal nog niks gezien. Buiten snelheidslimiet dan. Misschien ook toch de andere kant op moeten. Wellicht. Maar goed. Daar is het nou wel een beetje te laat voor. Niet gelijk doorklikken. Nee, ik heb vanochtend nog een beetje World gespeeld. Dus ik ben bang als ik niet goed oplet dat ik dan gelijk klik doe. Maar de World die was niet zo heel boeiend. Het was, wat was het? Twee keer Rusland, keer Zuid-Afrika, Engeland en ik geloof een keer Frankrijk of zo. Ja, Frankrijk. Dus dat... Oké. Kansas dus. Nou. Wat is dit? Dit is... Allicht een plek met wat meer informatie. Oh, dit is een blinde... Oh, ik kan het zeggen. Is het een blinde vlek? Pringle Insurance Services. Nou denk ik dat ik überhaupt... Het zou mooi geweest zijn als daar de staat op gestaan had, maar... Helaas. Misschien dit wel. Een unauthorized... Ik kan net niet zien. Maar ik zie hier namen en zo staan. Holy... Felle zon, dankjewel. What the hell? Palms Highway... Yucca Valley. Dat. Palms Highway klinkt heel Florida-achtig. Maar Yucca Valley, dat klinkt meer. Richting
Hoe heet het? Utah, Nevada, California. Dus ik hoop eigenlijk nog ergens een goede aanwijzing te krijgen welke staat dat het is. Hallo? Nee, we gaan gewoon niet luisteren. Dat kan ook. Ik bedoel, wat jij wilt, joh. Desert Vista. Ja, dit is toch wel meer richting Nevada, Utah en Californië. Dan zou ik zeggen. Wat zou ik zeggen? Dat ik sowieso mijn plopje nog moet plaatsen. Dus ik kan anders voorlopig hier wegzet. Staat hij dan mooi in het midden? Middenachtig. Maar het staat hier ook. Ik denk namelijk niet dat het echt Utah is. Ik denk waarschijnlijk wel dat het Californië is, maar. Het zou net dingen kunnen zijn, weet je, Nevada of dat kleine beetje met, wat is het, Arizona dat daar beneden zit. Oh, en het was, als het die kant op gaat, dan is Californië geweest. Oh wauw, dat zat echt een stuk dichterbij, nou kijk, hier Yucca Valley. Die ga ik ook niet meer vergeten. Het zat wel een stuk dichterbij Los Angeles dan als ik te horen had gekregen dat het inderdaad Californië was, dat ik hem gezet had. Dit is in ieder geval niet meer Amerika. Ik denk dat het waarschijnlijk Zweden gaat zijn. Ik durf het eerlijk gezegd niet hard op. Nou, hard op hoef ik het ook niet te zeggen. Maar het komt me een beetje bekend voor allemaal. Oh, het is tweetalig. Dat is een interessante. Want dan moet ik natuurlijk wel de vestiging krijgen dat dit eventueel Zweden of Finland is. Ik heb van de week geleerd. Nou, ik wist het al wel langer, maar ik was gewoon nieuwsgierig waarom. Dat het zuiden van Finland, met name het zuidwesten, dat daar ook Zweden en zo in zitten. Maar het probleem is dat ik hierbij geen bevestiging krijg dat dit inderdaad dat is. Ik zou gewoon een standaard vegen of vaker willen zien. Dat zou me zoveel opluchten. Geblokkeerde bordjes en zo. Dat schreeuwt allemaal wel echt heel erg. Weet je? Huppla. Ik weet dat. Wat ik zeg. Dat het tweetalig dat in daar zit. In het zuidwesten van Finland. Maar. Hallo? Nee, we gaan niet verder of. Is een blender. Oh, dat is, weet je wat het zal zijn? Dat zal waarschijnlijk een blender vlek zijn. Ik heb nog gelijk ook. Jeetje, dat was ik helemaal vergeten dat nog een optie was tijdelijk. Sorry, maar ik ben ook een beetje. Ik ben nou net tot een half uurtje of zo wakker. Dus het is ook een beetje. Informatie wordt ook een beetje nog op slaapkracht verwerkt door mijn hersenen.
is geen goed excuus hoor, daar niet van. 154 kilometer, was het dan wel een vervelend? Nee. Dan is het een stukje noordelijker. Oké. Okay. Nou ja, daar ben ik tevreden mee, zal ik maar zeggen. Speedlimit 5, nou, laat we heel eerlijk zijn, er zal nergens in de wereld een speedlimit van 5 zijn, behalve in landen die met een miles werken. Palm Coast, oh wow, Jesus. Is dat hier? Is dat Palm Coast? Waar zat het ook alweer? Palm Bay. Het zou eerder een plek zijn voor Palm Coast, lijkt mij, toch? Ja. Palm Coast, hier. Zie je? Huppla. Nou, nu hoef ik alleen nog maar uit te vinden waar ik ben. Ik wist wel dat het in Florida was. Dat wist ik wel, alleen ik dacht dat het een... hoe zeg je dat? Een soort van suburb van een grotere stad was. Maar het was gewoon een grotere stad. Klaar. En, even kijken. Kijken of ik kan uitvinden wat dit is. Dit is James E. Holland Memorial Park. 18 Flora Park Drive. Nou, dan, dat moet toch wel te vinden zijn, zou je zeggen. Wat was het? Florida Park Drive, hè? Dit is Florida Park Drive. Want dit is Noord. Dit is... Ah, hier hebben we hem. Pop. Ain't that nice. Oké, ik zit... Kijken of we hem te pakken kunnen krijgen. Kijk, dit is die rotonde, hè, toch? Ja, want dat is de uitgang. Dit is het wandelpad. We staan echt... We staan aan die andere kant, denk ik. Daar of zo. Ja, we staan aan die andere. We staan niet aan deze kant. Dus... verder inzoomen gaat niet. Dus ik ben heel benieuwd wat het... Het is afwachten. Dit zal 5000 punten zijn hoor. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar ik ben benieuwd of het... Hoeveel meter het gaat zijn. 11 meter. Dan roep ik daar bullshit op. Ik denk niet dat het 11 meter was, maar goed. Laten we even kijken. Het is zo jammer dat hij niet ingezoomd blijft tegenwoordig. Dat ik zelf helemaal moet inzoomen om het... Oké, ik roep daar geen bullshit op. Vooruit dan. Vooruit dan. Next round. Oh dear. Ja, dit is oh no. Dit is Nederland. Dan hoop ik dat ik ergens een misschien dat ik het hier wel aantref, want dit is een bouwplaats. En vaak staan daar wel eens wagens met namen. Voegbedrijf met z'n timwerken Werkhoven. Oké. Allround bouw, geen idee. Ik moet op een hoofdweg zien te komen. Eigenlijk is dat deze kant op of is dat ook nog de wijk in, om het zo maar te zeggen. Nou, dit is wel redelijk
Als dit een sportding is trouwens, dan heb ik misschien nog wel kans dat ik daar informatie kan vinden. Welke plaats dat dit is. Kan ik daarop? Oeh, dat zou mooi zijn. Oh shit. Dat was niet de mooieheid die ik verwachtte. Laten we maar gewoon lekker terug op deze weg gaan dan. Nationaal. Dat helpt me echt helemaal geen reet. Ja. Dan eerst even Nederland opzoeken, überhaupt. Soms heb je zo weinig informatie in Nederland om te zien welke plaats dat je bent. Ja, jongens. Dan zou ik, als ik dat zie, dat water, dat is niet echt iets wat. Dat is trouwens niet waar. Oh crap, ik moet met stapjes vooruit hier. Stapjes. Ja, nou ja, dat ga ik toch niet meer redden. Ook al zou ik nou bij wijze van spreken zien van. Oh, welkom in Rotterdam of zo, weet je dat. Hang laat. Oké, ik laat me graag verrassen. 13 kilometer, dan zat ik er nog redelijk dichtbij eigenlijk. Voor het feit dat ik hem ergens midden in Nederland wegpleur. Het was Veenendaal, zie ik. Oké. Had Werkhoven, had dat een goede aanwijzing geweest of niet? Ik zie zo 1, 2, 3 niet iets in de buurt van Werkhoven zitten. Maar het kan natuurlijk een wat kleiner dorp zijn of zo, bij wijze van spreken. En daar ga ik mensen daarmee beledigen, maar goed. Few Samurai. 22.000. Ik denk met name dat de eerste het heftigste was. Ja, inderdaad. Maar nogmaals, daar zal ik waarschijnlijk wel de verkeerde kant op gegaan zijn, want ik kan me niet voorstellen dat er in een Kansas geen aanwijzingen zijn dat het Kansas is. Of in ieder geval geen duidelijke aanwijzingen. Duidelijker. En misschien was het wel in de vorm van die tankstations. Want wat ik zeg, ik weet als ik Chevron zoek dat ik in het zuidoosten van de VS moet gaan zoeken. Dus misschien moet ik daar wel meer op gaan letten. Anyways, dat was hem weer voor vandaag en dan zeg ik tot morgen.